Kijk de poise already in Van der Linden. Look at the... Wat is het dan in die sport wat jou zo interessant vindt? Af en toe vraag ik me dat ook echt wel af, maar af en toe is het ook gewoon leuk om even mensen een paar klappen te geven, toch? Van der Linden has a punch to the body of the Red Gunner. There you go. She deserves to win. Van der Linden throws up all over the ring. It's been vomit all day. In Onze Man op Zuid vandaag het verhaal van de 17-jarige Georgina van der Linden. Afgelopen weekend verdedigde de kickbokser uit Rotterdam-Vreewijk met succes haar wereldtitel tijdens een toernooi in Tsjechië. Kijk je uit? Voor het eerst sinds de overwinning is ze samen met haar broertje onderweg naar Sporthal de Enk. Lopen naar binnen. Georginatje. In Tsjechië, tegen een Tsjechische, het vrouwtje van de promotor. 5 rondes lang, gedomineerd, wereldtitel behouden. Dus we doen het goed jongens, Team Solo. Georgina moet nog flink herstellen van haar partij afgelopen weekend en traint daarom niet mee met de groep. Ze is er wel en helpt vandaag haar vader op de sportschool. Sinds begin af aan ook haar trainer. Draai hem helemaal in, kom op. Mooi. Ja. Nou zit de kracht achter, net niet. Dan moet hij eerst goed raak zijn, voordat je hem terug kan halen. Eerst goed raak. Je hebt een behoorlijk blauw been. Ja, klopt. Doet ook best wel pijn met lopen en zo. Maar ja, hoort er nou iemand bij, hè? Ja, serieus? Ja. Ja. Ik denk dat elke wedstrijd heb je wel een beetje last van de scheentjes. Want je trapt natuurlijk zonder bescherming. Hou vol dan. Hou vol. Je zwakt af, hè. Je zwakt af. Kom op. Mag niet. Kom aan. Ja. Nou ben je moe, hè? Huh? En zaterdag rond een uurtje of 10:30 in de avond heb ik gevochten. Eerst kom je natuurlijk op een groot podium. Al die mensen waren natuurlijk voor haar, dus het was stil. En ja, eenmaal in de ring, wanneer het bel zou gaan, alle zenuwen gaan van je af. En dan is het spel begonnen. Focus. See the poise already in Van der Linden. Look at the... Je kan ineens je blik op onweer zetten. Oh ja hoor. Doe eens. Ja, nu niet. Dan moet ik wel echt mijn tegenstander voor me hebben. Zo gaat het niet echt lukken. Is better. Meestal eerste ronde kijk ik een beetje aan hoe dat zij is. En dan gaat het wel goed. Op die manier ga ik verder en dan pak ik er. Ja. Not a nice style to watch at all, but strong. Van der Linden has a punch to the body of. Dat al in mijn hoofd voordat ik de partij begonnen was. Toen dacht ik al, ja, deze partij is gewoon voor mij. Zo moet ik eigenlijk elke partij ingaan. Ga je een partij in dat je denkt, ik ga verliezen, kan je beter stoppen. Dan gaat het niet goed. Dus ja, gelijk vanaf eerste begin dacht ik, die win ik makkelijk. Die is voor mij. De Red Gunner! There you go. She deserves to win. Op Hayala! Van der Linden throws up all over the ring. It's been vomit all day. Ah, yes. 6 jaar geleden werd Georgina al eens wereldkampioen bij de junioren. Toen maakten we ook al een reportage over het talent. Georgina was eerder 8 keer Nederlands kampioen en 2 keer Europees. Naast veel trainen en een goede conditie is het ook belangrijk dat ze flinke klappen kan uitdelen. Ja, alles hard. Alles hard. Voor Georgina is doorgaan vanzelfsprekend, ook nu na het behalen van de hoogste titel. Na het behalen van de wereldtitel had ik gedacht, wil je nu stoppen, wil je wat anders doen? Kijken of je nog in iets anders heel goed bent? Nee, ik wil blijven thaiboksen. Je vader zei toen in die reportage,
van als ze misschien iets anders wil gaan doen, dan is dit het moment, want ze is nu toch kampioen. Heb je niet gedaan? Nee. Nee. En ben ik ook niet van plan ook hoor. Nee. Want als ik dit niet zou doen, zou ik thuis op de bank zitten met een zak chips. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Georgina is nu een rolmodel. Dat blijkt ook wel op de sportschool. Na de training willen veel kinderen met haar op de foto. En natuurlijk met haar nieuwe wereldtitel. Met mij ook apart? Ze heeft 3 kinderen, maakt niet uit. We hebben net gezien wat het betekent voor die kleine kinderen dat jij ze les geeft. Hoe is dat voor jou? Ja, het is een heel leuk gevoel. Het is leuk om te zien dat kinderen naar je opkijken. En dat geeft je eigenlijk ook wel motivatie om het te blijven doen. Hou hem. Even over je hoofd, over je hoofd, over je hoofd, over je hoofd, over je hoofd. 1, 2, 3. Je bent ook een voorbeeld voor die kinderen, terwijl je zelf 17 jaar bent. Ja, dat is ook wel gek, of dat, niet? Dat besef ik af en toe niet echt hoor. Dat ik echt een voorbeeld ben voor anderen. En als ik op een gala loop, dat mensen naar me toe komen. Gina, mag ik met je op de foto, weet je wel? En dan denk ik, oh ja. Ik kan me ook voorstellen dat het best heftig is. Je lichaam bijvoorbeeld. Dat je af en toe best wel wat klappen te verduren krijgt. Ja. Heb je dan wel eens spijt? Dat je denkt van, jeetje, waar ben ik toch aan begonnen? Af en toe wel, ja. Maar dat zeg ik ook wel eerlijk hoor. Soms denk ik wel, och, waarom doe ik het nog? Maar toch ga je door. En als ik een training mis, dan krijg je toch wel die gevoelens van, ik wil wel trainen. Bij een echt interview met de media en met kickboxers vragen ze altijd of je nog iemand wil uitdagen, toch? Hè? Om een beetje nieuws te maken. Heb jij nog iemand waarvan je zegt... Ik doe daar niet aan. Nee? Nee, tegenstanders mogen mij uitdagen. Ik ben de wereldkampioen. Ja, zo.